Wolves Dressed in Sheep is een crowdfunding begonnen om een eerste album op te nemen. Ruim 60% is al binnengehaald. En hiermee komen ze een stap dichterbij het realiseren van hun droom. We zijn met onze band Wolves Dressed in Sheep vorige week gestart met een crowdfundingsactie via het platform Fund That Sound. Voor de financiering van ons debuutalbum. Dat gaan we opnemen in Cartopia met producer Simon Akkermans. Ons doel is om daar 5000 euro mee op te halen. We zijn vrijdag begonnen, gaat best goed. We hebben al 60% binnen, iets meer zelfs. En nu is de zaak om door te trekken naar die 100. Als mensen doneren, dan kunnen ze een wederdienst krijgen. Dus kunnen ze een album kopen of een ronde videoclip krijgen. We zijn nog wel flink aan het schaven en nieuwe nummers ook nog aan het maken. Dat moet de komende tijd nog flink gaan gebeuren. We krijgen waarschijnlijk een selectie van ongeveer 15 nummers. Waarmee we vervolgens dus naar onze producer Simon Akkermans toe gaan met die nummers. En zullen we daar ook nog aan werken. Dus hij gaat ons ook heel erg begeleiden in dat schrijfproces. Om het bij te schaven. Op zijn kortst over een jaar, denk ik, dat die gereleased wordt. Ja. Maar het kan ook nog wel iets langer duren. We gaan het ook zeker wel echt een release show van maken. Alleen wanneer dat zal zijn, dat weten we nog niet. Want we moeten... Als het album gemaakt is, moeten we nog een beetje nadenken over hoe we het precies willen gaan uitbrengen, wanneer. En dat plan is nog niet helemaal af, maar er gaat zeker een show komen, ja.